ik heb ze gearmd. Hier een veilige afstand. Ik kom hierheen, achter. Een helikopter. Cooper, we hebben een extractie nodig. Ik denk niet dat hij een short range bij zich heeft. Oké, dan zal ik nu even rennen. Ik krijg gillen als die dingen voor mijn gezicht ontploffen. Nope, kan niet meer. Je moet even met die Ace Interaction menu hier die spotting scope even carryen. Nee, dat moet nog een keer gebeuren volgens mij. Oké, ik heb ze vastgezet met de klekker. Oké, safety off. Oké. 3, 2, 1, detonate. Weinig explosieven, meer dan nodig. Jets, dit is een jets. Waar is de jet? Ik hoor geen jet hoor. 3v3, nee. Zeg, kunnen jullie kun jij misschien een ammo-box aanvragen? Over de direct chat doen jongens. Als jij nog een M-box hier aanvraagt, al kunnen wij... Oké, dan wil je dan twee satchels erin plaatsen en mij een 3v3 geven. Wanneer was hij dan wel available? Als een side mission doen ofzo? Oh, hij zit helemaal bovenin van de kaart. Ik snap niet wat hij aan de klote is. Nou, wacht maar eventjes. Was het een helikopter dan? Oké. Vreemd. Nou, dan gaat het hier even. Oh, daar zit ook gewoon een AA. Joepie. Ben ik nu echt blij om mee te zien. Oké, mensen uitkijken. Willen iedereen eventjes aan de achterkant van de gun staan. Wij zullen het huisje opblazen. Roger that. Iedereen opzij, dankjewel. Wacht even. Waar is dat huisje van gemaakt? Gewapend. Fucking hell.
Zal ik eens met een grenade proberen? Oké, wie heeft er nog een long range radio? Sasha. Oké, wat een aangevraagd. Bliep. Bliep. Oké, grenade uit. Laat ik even met je gezellig mee doen. Oh! Hey, hey! Fuck yeah! We are so pro. Zeker weten. Good job. Mooi gedaan, mensen. Het klaart de klus wel. Mooi gedaan, mensen. Ja, en nu? Niet die effect. Eerst even terug naar base om even anders te rearmen. Ik sta de volgende side mission even over, want ik moet nog steeds eten. Ja. Ja, ik zou gewoon even nu lekker gaan eten, mensen. Pizza. De tijd zat. Wij gaan met jullie mee. Okay. Joep. Ja? Tij, ik kom zo terug. Nee. Wat zeg je nou? De shoppen er al, hè? Nee. Oh, ik hoor hem. Ja. Ja. Copy, waar? Volgens mij. Dan gooi je in het noorden. Fire alsjeblieft, Tango is al lang down. Hoe gedaan, Sasha? Zo bang? No man, no problem. Is niet erg, pinsel terug. Ja, thanks, oh, Rodi is nog je beste. Ah, ik heb nog alle witte smoken. Lex, Noordoost. Zijn we al? Zijn we nu? Donderhoost. Copy. Archie is uit. Hier vanaf Noord. Wie is, is Cooper degene die ons ophaalt? Kijk, Clown's West. Clown's Zone East. Goed opletten blijven, want de smoke is meestal een leuk ding voor de enemies om op achterkant. Sasha, dit is Lex. Ja. Is het wie haalt ons op? Wie haalt ons op? Cooper? Ja of toch? Ja, moet wel zeker weten, anders zitten we hier voor Jan Snot te wachten. Ik heb wel een long range, maar. Cooper, dit is Lex, kom in. Ik hoorde net. Hij vliegt wel naar onze kant op. Ook. Oh, clown, ja. Wat is dat? Ja, kliniek clown. Wat is er met mij? Kliniek clown, waar ben je? Oh, jij zit hier in de bij ons. Oh, ik dacht dat jij ook een radio check. Nee, ik had deze. Ja, radio check. Oké, we hebben weer bereik. Cooper, ik heb ja, inderdaad, dit is Lex. Heb je dat gehoord? Negative, ik ben het. Oké, hij gooit rode smoke neer in de compound. Ze hebben 360 hier. Dus kom maar in. Wat compound waar we eerder die shirk hebben neergehaald? Correct. Ja,
Alpha, erin. Roger, het opschiet jongens. Ik heb erin, Bravo erin. Ik krijg een alert binnen trouwens. Ik hoor iemand dubbel. Oh ja. Als het goed is, is dit de laatste man. Nog iemand buiten? Ja, ga maar omhoog. Go! Nieuw missie is available. Hebben we een ammo box bij ons hier? Negative. Vlieg maar dan terug naar base, hè? Vind jij het leuk, Cooper, om straks een ammo box op te halen? En onze eerste afzet? Denk het wel, ik krijg hier nog iets, hier zit iets nog van AA ofzo. Oké. Maar, breng je ons, wil je ons heen brengen? Let je straks in de base. Sorry? Jullie willen nu toch richting base? Nee. Want? Oké. Nou, dan de eerste opnieuw. Sorry. Cooper, ik zal even piloot zijn. Ik heb er niet zo zin meer. En dan hebben we tenminste nog iemand op de grond. Die voor jou je drie armen. Is dat goed voor iedereen? Dat ik een piloot zou zijn? Oh ja hoor. Tuurlijk. Oké. Als je ons veilig heen en weer brengt, dan is het prima. Nou, ik denk dat ik dan dat maar overlaat op Cooper. Dat ik meer voor de fire support ben. En hey, wat was er nou met smoken dan? Ik weet niet, hè. Wat was er nou met smoken? Ja, ik ben moe aan het. Ja, ik weet niet. Hij is gewoon een klootzak. Hij heeft gewoon minpunt. Iedereen heeft een minpunt gegeven. Ja, ik heb hem net een minpunt gegeven. Ik zal hem zo een minpunt geven. Ik kom nou zeg, dat kan toch niet. Hey, waarom doe je dan een minpunt te geven? Op de vorm ofzo? Ja. Jongen, ik heb nog nooit extra punten gekregen op de vorm. Leuk. Bij reputatie? Oké, ja, dan moet ik even kijken. Als het goed is, heeft nog niemand op mij gereageerd. Doe maar de minpunt van Moker en een plus. Een pluspunt voor wie? Voor mij. Ja. Ja, wat zou ik deze machine gun moeten houden? Want ik vind het eigenlijk echt een... Machine guns zijn heel lastig. Ze worden direct gespot. Ja. Ik zou... Ik persoonlijk vind de MK17 RCO. Hij blies toch zelf op. Wat een Pinocchio. Koekenbakken. Die MK17 en RCO, Ivanov. Moet je even de vuurknop indrukken. Vuurknop indrukken. Heb je dat? Ik sta helemaal vast hier. En dan als je die hij kan zo schieten. We hebben geen helikopter meer hoor. Ja, de gewoon de CCO en de SSD of gewoon een normale versie. Die RCO die eronder staat. De RCO. Juist. EGLM. Even kijken waar die staan, want ik heb CCO. EGLM en dan RCO. Ja, ik vind die scope eigenlijk niet zo fijn. Jongen, ik zal je uitleggen. Heb je hem nou voor je? Gaat toch gepakt? Wacht even. En dan doe je die scope. En dan druk je bij je keypad rechts naast de numlock. Ja? En dan heb je één scope. En dan klik je nog een keer op. Heb je een tweede scope. En dan klik je nog een keer op. En dan heb je drie scope. Lekker wapen dat, hè? Zo even, hé. Hey. Dat is even een relax. Die tweede, letterlijk. Gewoon die E-cock met een klein beetje afstand. Heerlijk. Mooi, hè? Ja, wat bedoel je dat? Zo seksueel. Je dacht, dat moet je met elke gun doen. Wat kan je doen? MK17 RCO. Hé, wacht eens even, ik heb een mod voor gezien, hè? Dat je met elke ECOX scope dit hebt. Wacht hoor, wat kan ik doen? M-level pakken? 17? Nou, ja, als je die MK17 EGLM RCO neemt,
Ja? En dan kun je, dus dan heb je hem, hè, en dan ga je zoomen. Oké. En dan doe je naast de num-lock, dat slash, of backslash, hoe dat maar heet. En dan nog een keer, en dan nog een keer, en dan heb je drie verschillende scopes. Wat was de keybind? Ik heb er maar twee, hoor. Ja, je hebt een verkeerde, je hebt een ECOG erop, niet een RCO. Oké, mensen, ik zeg even snel wat. Ik zal even wat runnetjes doen in het onderbos van de side machine. Daaronder zit een stuk bos. Daar zitten heel veel units. Daar zal ik even twee runnetjes over en dan zal ik terugkomen. Met de... Wat moet ik hebben die RCO's? Ja, is goed. Ja, met die aparte scope erop. Oké. Dan zijn jullie wat veilig in ieder geval. Ja, MK16, EGLM, RCO1. MK17, EGLM, RCO. Op je numpad, er staat naast de numlock rechts, daarvan staat... Juist niet. Maar toch blijf ik maar twee scopen, hoor. Nee, hoor. Ivo? Oh, ik heb hem. Wat is het? Hij heeft geen twee scopen, hè? Nee, hij heeft er gewoon drie, hoor. Wie zei dat? Je hebt de wapen. Je hebt ook de verkeerde wapen. Kijk dan naar de scope die wij hebben. RCO, CCO bedoel je? RCO moet je pakken. Jij hebt juist nee, de andere. Nee. Ik heb. Jij moet een wapen hebben met een grenadelancer eronder en met zo'n aparte grijze, gelige scope erop. Even nou. Het is de Mark 17. Maar het is best wel handig als je night vision. Oh. Hey, dat is iemand wakker geworden. Oh ja, zo, die tweede is rechts. Ja, zou ik nog iets verder meenemen, ik weet niet. Wie neemt er explosieven mee? Nee, ik heb er ook eentje, sorry. Ja. Oké, nummer 2. Dat is alles. Als je, als iemand een radiocheck doet, roep dan even om naar wie een radiocheck doet. Dan is het wat duidelijker. Het is best wel vet dat je dat bij hebt begonnen, Alex. Hé, hey, maar Lex, als het goed is, is er ook een mod voor dat elke wapen dat heeft. Dat elke ook zo. Ik kan niet met lasers werken, denk ik, maar dat kunnen we straks wel proberen. En jullie kunnen me sowieso even aanwijzen op welke posities ik een run kan doen met een machinegeweer. Of een raket of wat dan ook. Moet ik wachten? Ja, ik weet niet als het werkt, maar ja, probeer maar. Ik ben oud bij deze. Is goed. Is het ook zo? Of kom je niet meer terug? Ja, ik moet even wachten tot de oven is warm. Oh, wat in de oven? Pizza! Pizza! Juist. Gezien om te koken hoor, de vrijdag. 4 kilo weet ik nog. A 10, taking off! Ook wel lekker. Ik denk dat ik een lichtere wapen moet pakken hoor, even kijken. Ah, jullie gaan ook via parachute. Ja, maptools kun je gebruiken als je wat preciezer wilt markeren en zo. Nou, hij zit in je map zelf, dus het is gewoon alleen een measure tool, zou ik maar zeggen. En met shift inhouden kan je hem rotaten. Koepen, ben je er nog? Ik ben er, ja, ik was even afstand. Zou je ons
Zullen we vragen? Ja, Cooper die kan ons wel even inbrengen, vind je? Ja, hij is een piloot, hè, dus... Cooper, wil je even uit doen? Cooper! Hey, Tom, Truif. Weet je dat je me nog horen? Als je bij een normale auto in de dingen schiet, een motor schiet, dat die stopt? Cooper. Sorry, wat bedoel je? Super! Het is wel heel fijn als je pas aandoet als hij iets te stoppen. Oké. Die MV? Oké, jongens, achterin instappen. Cooper die brengt ons heen, ja? Oké, iedereen die klaar is, instappen. Ik heb setjes mee trouwens. Heel verstandig. Even een flare test. Hij weegt dus 42, jammer genoeg, maar... Oké. Misschien te veel. Ik heb een Mars M3 bij me met twee AT's. Nee, dus? Ik ook. Maar over 4 minuutjes is mijn filmpje gerenderd, dus dan... Filmpje gerenderd? Ja. Van de 6? Yep. Oké, zit iedereen erin? Ja, Cooper, ga maar. Zie er nog eentje lopen buiten, wacht even. Ik weet niet wie er is. Iemand redt nou de toren in. Ja, niet als bepaald handigste. Nu was die eten, geloof ik. Oh, dat is die badass clown, denk ik. Ja, clown moet nee, eten. Nee. Oh, dat denk ik. Ik zit er nu op relax. Yo. Psst, ga even door. Stap snel uit. Wat moet de heli? Nou, ja, waar gaan we uitstappen? Ik zie jullie later wel. Ja. Ja, ik denk dat er wel nog een tikje te dichtbij is nog, hoor. Doe maar voor dat ene bergje nog. Dan zit je bij San Figado. Dan heb je nog tenminste dekking. Wat moeten we eigenlijk doen bij de Cyclone? Een containers kapot maken, denk ik. Ja, klopt. Vorig ik jaar. Probeer trouwens ook wat vaten in de straks, hè? Mensen uitschakelen, als ik het goed had. Oh ja. Je weet dat je je gezet hebt, hè? Je weet dat je die els hier precies in de bossen neergezet hebt, hè? Nee, het is gewoon daar ergens in de buurt, joh. Dat moet je niet zo moeilijk over doen. Graag vaart minder, piloot. Het gaat een beetje te snel voor straks. Kom helemaal goed, jongens. En wie vliegt er eigenlijk? Cooper. Oké. Nou, dan ben je wel. Dat is Fanatus, hoor. Die vliegt. Fanatus zit in de A10. Dat eilandje wat je straks nu links ziet, landt daar maar achter de berg. Die vond het leuk om wat runs over de vijandelijke positie te doen. Ah ja, geef hem ook vliegen, Cooper links. Geef hem ook direct links. Wacht even, we moeten toch vaart? Sorry? Ik met een U-turn, maak ik minder vaart. Ja, hoor het. Je hebt nog steeds voice over net aan staan, Cooper. Gaat het goed? Oh, mooi. Mooi. Ja, bedankt. Iedereen eruit. Dankjewel. Ik zei het al. Ja. Haha, het begin is goed. Ja, go! Kom maar, Cooper Radio. Gewoon naar de dingen toe. Of door het bos. Vanuit het zuiden de bos in crossen. Je bedoelt gewoon naar het noorden toe gaan. Ik vind dat wel een pokker eind eigenlijk. Wie heeft dit bedacht? Ik ben niet zo. Ik niet. Nou, hoor dat het is. Wat voor enemies hebben we daar? Ik bedoel, als er een aanzet, dan zijn we neer. Ik moet gewoon een dikke anderhalf meter lopen. Radio
Hier, check. Hoor je me nog dubbel? Nee, wel realistisch aanpakken. Nee, ik hoor niet dubbel. Klinkt gezellig daarachter. Ik kijk hier wel even naar het is. We gaan naar het noorden. Nee, donderdrijf. We gaan onze plaatsen, kom aan. Okay. Hij zit nou niet in een voertuig, dus ik denk niet dat hij dat heeft. Ik zie niks op de kaart. Nee, ik ook niet. Niemand. Maar ja, wat, ja. Wat wil je proberen dan? Cooper. Ja? Als je zo in de heli zit, moet je even je vehicle radio aanzetten, want anders kan je verder dus niet meer praten. Oké. Ik heb zelf zwart stip gezet, maar ik zie jou niks. Hij gaat er nou in als dat is verder dus. Nee. Test, test, radio check. Positief. Schiet Ja. Oké, okay, voorwaarts man. Let's do it. Oké, Roger, ik blijf hier even. Dan dien ik wel ons radio station. Nou, neem jij maar pointer, Lex. Cooper, ik heb een pointer volgens mij. Ik heb een grote radio bij me hoor. Oké, Roger. Je mag hem ook hebben anders. Lex, kun je dat herhalen? Want ik had net in gesprek met... Ik zeg, ik heb een 117 bij me, dus je mag hem ook wel hebben. Nee, blijf wel hier. Prima. Ja, ik praat nu via die radio, dus ik hou wel contact met jullie. Oké, Sasha, Lex, Ivanov, Druif, Clown en Argu. Ja, hè? Oké, stack de column. Sasha, Lex, Ivo, is Alpha. Bravo is Duif, Clown en Argu. Kopie. Yep. Okay. Sasje, Lex en Ivo's Alpha. Druif, Badass, Clown is en Argus en Bravo. Ja? Argus zit nog in de basis. Oh. En met zijn Druif is er wel en. Badass. Clown is er ook niet. Jawel, ik sta hier. Oh, daar weer, ja. Okay. Ja, klopt. Ik dacht dat er meer was. Nou. Hoppakee, kom hem. Ik ben niet meer aan het volgen houden hoor, natuurlijk. Ik heb het gedaan. Ja, ik weet er aan de tijd. Commandant altijd mee, hè? Negatief. We zijn onderweg. We doen al. Ja, ik heb wel de rust nodig, ja. Ik ben het filmpje trouwens aan het uploaden op dit moment, 24%. Oké, mooi. Ik hoor Lex, hoor je dit? Dat hoor ik. Nee. Ik kom niet vroeg mee. Ja? Kunnen we verder lopen of moeten we nou uithijgen? Even wachten. Koppie, hoeveel kleeg je? Kan je me horen? Ja. Ja, ik hoor je. Ja, dat doet wel met ammo, als je het zo. Geen vragen.
Zijn jullie klaar, jongens? Nou ja, hij heeft echt zware hartklopping in de buik. Nee, nog niet. Hij denkt nog aan eten. Je hebt in die zin maar 4 drums nodig of zoiets, dus. Ja, leg eens wat neer, man. Kom aan. Ik ben nu ik ga over nu op afstand bij Funny Troops. Ik zie een regenboog. In het oosten. Lex, hoor je mij over? Ik zie ook geen regenboog. Kopper, ik hoor je luid en duidelijk. Over. Oké, Roger. Ik heb terminal vision. Ik heb geen visual aan de waterkant. We kunnen weer gaan, Lex. Ja. Ik heb ice op jullie, ik zie jullie op doe maar een 6, ja. Hij heeft een oogje 33 graden, ja, zag jullie veel. Ik ben ten zuidwesten van jullie, geloof ik. In ieder geval geen heat targets op coastline. Oké, dankjewel, Cooper. Ik ga kijken. Nog steeds geen visuals. Jongens, even rustig. Badass heeft nog steeds hartkloppingen. Klopt dat jullie links jullie in het gebouw hebben? Oké, Roger. Yo, hij heeft echt zwaar nu. Ah, dan moet je hem vragen achterin. Ik weet niet. Hij heeft machine bij zich. Compound en eromheen ziet er clear uit. Hij zei dat hij vijf ik zie niks op side mission target. Als je aangeeft als er vijanden zijn, want ik hoor veel communicatie hier beneden. Hebben jullie al contact? Megadeth zijn nog geen contact. Roger. Sasha, loop ons vandaan, jongen. Badass is bij ons. Arine is over een minuutje weer in de lucht. Op site mission groep troepen bij bosrand ten noorden van de bosrand. Sasha, kun je dat met clown regelen? Ik ontvang vuur, ik ben weg. Yo. Kut. Nou ja, nou dat wordt even rustig gewoon. Ik heb maar 4 ammo boxen. Ja. Nou, heb je een headshot bij je? Ik weeg 38. Ah, moet er doen zijn. Moet je wapen even omlaag doen als je gaat lopen. Ja, we moeten verplaatsen, jongens, kom aan. 6, kom op. Yes.
Let's go. En hou wel wat ruimte van elkaar, Clown. Oké, beter al. Arrowhead. Oké, Arrowhead. Oh. Nee, dat doe ik ook niet. Waarom met jouw met je helikoptertje? Bedoel je dat? Cooper? Nee, nee, ik met die observer, die kan toch jou ook een laser pakken? Ja, dat kan. Versnellen. En het is ook een beetje onhandig als ik straks bij jou in je helikopter zit en er is geen A10 vliegen. Het zou erg lollig wezen. Oké, Lex. Ja, Cooper. Dat is wel fijn. Hebben jullie al contact? Negatief. Ah, oké, okay, roger dat. Is het misschien een idee als jij en Cooper op kanaal 2 gaan zitten en als jullie ons nodig hebben dat je overschakelt naar kanaal 1? Ja, roger. Dankjewel. En als jullie wat willen zeggen tegen ons, dan moet jullie ook op kanaal 2. Ja, copy. Goed idee. Tango's Noordoost. Tango's Noordoost. Tango Noordoost. Poorta. Door een poorta, Noorden. Koppen, kan je mij horen? Ik ben hier ook van kanaalwissel. Een paaltje omhoog. Er staat ergens. Als je die twee. Je ziet twee grote knoppen draai, in de rijlijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aan de rechterkant zie je een plusje en een minnetje. Met PR, PR. Hey, ik ben op linie, sorry hoor, maar ik wil druk niet willen zijn. In. Oh, sorry, ik bedoel Clown. Dan kan je me zo horen bij de volgende channel, oké, Cooper? Waar kwam het vuur vanaf? Okay.
wil graag mensen informatie hebben, dan kan ik even vrienden vrij uitvuren. Cooper, heb je het eigenlijk al? Nee, kut. Wat als die keycombinatie weer om je radio te benaderen? Ctrl Shift X. Nee. Niks meer op dit moment. Oké, mensen van de grondtroepen. Ja, dit is Lex, Ventus, kom in. Zijn ze danger close? Ja, ze zijn danger close hier. Heb je een vijand? We hebben nog geen zicht op de vijand. Ik zie dat jij in ons noorden zit. Wij zitten voor jou in het zuiden. Ja, ik weet het. Ik kan nu een schot zetten. Waar die granaten neervalt, daar is de vijand. Ze zitten dus eigenlijk achter jullie. Meld ook even dat ze landing eens keer uit is. Oh ja. Ja, dat is een goed idee. Dankjewel. Oké, en een linie voorwaarts als het kan. Even kijken. Hebben we nog zicht op de vijanden, jongens? Oké, ik zie ook helemaal geen koffer waar we kunnen vinden. Dus ik denk dat we naar het... Nee, kom eraan met een run. In het noorden zijn allemaal huisjes, achter de boomgrens. Oké, viel naar links. Lex. Of weet ik veel wie dat was. Mezelf. Oké. Wie gaat hier vanaf? Oh no! Oké, tweede punt. Achter de containers. Roger. Vuur in kan. Sorry. Faster. Zero. Microfoon activated. Hey, hou op hard, jongens. Anders pakt de vijand ons. Spiel naar links, spiel naar links. Radio check. Rolex. Radio check, 1, 2, 3. Radio check. Ja, jullie zitten nog steeds op kanaal 1, hè? Ja, we dachten dat gaat een beetje moeilijk worden. Als jullie snel een oproep willen hebben, dan duurt het een beetje te lang. Oh nee. User joined. Nee, blijf gaan. Ja, ik kan gewoon veranderen hoor. Kun je nog een keer een run uitvoeren aan het, de noordzijde van de main mission? Goedenavond jongens. Ja, sorry man, dat ik er nu pas ben. Daar is Alex.
gemarkeerd op de map als run. Roger! Roger dead. Willen jullie een, kunnen jullie daar een rookgranaat gooien? Voor betere accuraatheid? Nee, we zijn veel te ver weg ervan. Bestook die kostlijn maar. Oh, het is gewoon de boslijn, oké. Okay. Hey Lex, kun jij eens ten noorden kijken van die weg? In die... Heb je op een gegeven moment een klein beetje bosjes? Daar heb ik nog infrared targets. Zijn die down, die units? Vijand gezien bij de bosrand aan de overkant. Ja, Roger. Ten noordwesten van jullie loopt een weg. Er staan een viertal bosjes. Ik ga zo kijken. Hey, sorry jongens. Ik ben nu pas aanwezig, joh. Ja... Ik ben in slaap gevallen op de bank, joh. Ik verheugde me erop. Ja, man. Ja, man. Ik zat te vet. Kijk, ik denk, ik ga een uurtje even slapen. En dan ga ik opstaan en ga ik spelen, man. Ja, nou jammer. Run komt eraan. Ja, wat zijn jullie aan het doen dan? 10 minuutjes. Domination. Nee, 4 seconden. Ja, ik ben net wakker, man, nu. Een boslijn houdt hier op, dus stop maar met bielen dan. Lex. 4, 3, 2, 1, stop! Hey Lex, zou jij die missie volgende week kunnen verschuiven? Ja, zou je dat kunnen doen? Ja, stuur die missie maar. Ja, oké, tot uur. Run dan! Yo, bedankt man, ik stuur van de week even linkie. Prima, dankjewel. Je gaat even slapen man, later hè. Hey yo, laat gasten. Yo. Backslime! Oké, spiel naar links. Spiel yo, naar links, bij de rol dan maar. User disconnected. Hebben jullie nog een laatste run nodig? Negatief. Even, ik heb geen vingers meer voor jou. Ik zie geen e-targets, weinig effect. Dankjewel Lex. Terug naar base. Oké, zijn er nog mensen die wat zien ofzo? Voertuigen, vijanden? Doe maar een piel naar links. We moeten ons blijven verplaatsen. Alexander... Lex. Ja, koppen. Kijk naar mijn traces, daar zitten nog units. Ik vuur ze nu af. Koppie, goed idee. Jongens, let op zijn traces, ja. Ik zie niks. Mag je ze? Ja? Ja, we moeten naar die rechts, hè, in het noordoosten. Ja, op zich vind ik het niet zo'n heldere strategie, hoor, om een recht hierover te steken. En in het noordwesten, daar hebben we een beetje koffer. Ja. Ja, of bij die weg oversteken. Klopt. Oké, dan gaan we terug, ja? Neem maar een point, Sas. Oké, we verplaatsen ons weer in kolonnen naar het oosten. Oh ja. Nee, zit daar iemand onder de berg voor jullie? Ja, maar ik bedoel, van tijdens het spelen heb je er minder last van, dat je niet te wachten. Ik denk dat Bernes AFK is... Om 270 graden van mij, op die berg. Nee, er zit niemand. Ram me maar naar beneden, koppel. Oké. Ja. Gaan we nou niet ons doel voorbij? Nee, het idee is om eerst naar het oosten te gaan en dan naar de andere kant van de bomenlinie. Bomenrij
en vanuit die kant te benaderen. We moeten daar eerst de boel clear maken. Als we straks in het open gebied in het midden staan, dan moeten we natuurlijk niet aan worden gevallen. Dan hebben we helemaal geen koffer. Oké, copy. Ik had die memo niet gehad. Nee, dat geeft niet. Je mag altijd vragen hoor. Kan ik de heli vragen als hij wat kan? Oh, stoppen. Ja, Cooper, dit is Lex, kom in. Lex, kom je even pauze nodig. Kun je nog wat spotten? Oh. Ik heb een vis op jullie. Ik heb twee hitte signalen close op 292 graden. Sorry, maar daar kunnen we niks mee, 222 graden. Dat is de afstand vanaf jou, hè? Ja, maar ik vlieg precies... Ja, best, ik vlieg precies naast jullie dus. Of markeer het op de kaart, of geef aan de linie en de bomenrij, of in het bos of zo. Of bij die containers. Ze zijn dood trouwens, vandaan. We zijn nog iemand vergeten hier, onze beste clown is nog steeds daar bij die oude plek. Nee, ik meldde net omdat hij AFK was, maar... Ja. Clown, ben je er nog? Ja. Zullen we langzaam voorwaarts? Gewoon Ja. Ja hoor. Hij komt. Ziet er goed uit jongens, dat even rood beeld van jullie lopen. Netjes. Nee, ik zie de regenboog terug als. Ja. Nee, jongen, hij zit er heel mooi onder. In de oosten, ja. We gaan, man. Eigenlijk hebben we gewoon dus wel UAV's nodig. Kan iemand wat UAV's in het domination bouwen? Oh. UAV's? Ja, inderdaad. Ja. UAV's, kom maar. UAV, wat zijn dat ook weer? Zijn dat helikopters? Moment. Oh, enemy Shilka jongens. Ten westen van jullie. Oh, UAV, zo'n spyplane in de lucht, snap al. Fuck hé, hey, dat is een Shilka, ik ben even weg. Lex, heb je nog problemen ergens? Westen, Shilka. Ja, goed, goed, dank je. Ja. En je moet gewoon blijven verplaatsen. Ja, sorry, moet echt gaan. Ja, ik ja, ik leg het eruit op de kant, inderdaad. Hey, ik wens jullie veel succes met de missie en zet hem op. User disconnected from your channel. Oké, Lini. Ja, Lini. Ja, ik kan je nog goed horen. Hé, hey, er is een Shilka ten westen van Lex. Roger, die ga ik straks uitschakelen. Als jullie in koffer kunnen zitten, kan ik een naam opzetten. Ja, nee, ik zie jullie op stipjes. Kunnen jullie even aangeven op een super manier waar de Shilka is? Dank u wel. Wie is er op base? Ik ben er op base. Ik
ben met mijn A10 aan het refuelen. En ik heb hem gereamd. Nee, moet ik jou ook even gelijk doen dan? A10 man. Kunnen de piloten anders nog even op kanaal 2 als je aan het overleggen bent? Sorry, Lex, wat zei je? Als jullie op kanaal 2 kunnen ofzo, als jullie overleggen dingen wat ons niet aangaat, dan is het fijn als je op een ander kanaal gaat, met elkaar. Ik dacht het al. Ik hoor hier beneden communicatie en dan hoor ik jullie er doorheen, dat is een beetje lastig. Hebben we nog contact op die shieldcam? Copy. Ik liep net over een lijk heen. Oké, Al. Even kijken waar ons uiteindelijk het doelwit is. Zit inderdaad in het zuiden van ons. Zijn die twee containers, Lex? Ja, evenaf aan het zetsels, hè? Oké, we gaan even een linie vormen op de bosrand richting zuid. Ja, die moeten slopen. Die had ik de vorige keer ook gesloopt met de A10. Ik kan gewoon die PV's erop flikkeren en dan gaan die containers ook kapot. Ja. Wat voor wapen heb je, zei je? Paveway? Nee. Maar die heb je er niet bij, hè? Nee, oké. Nou, fijne. Geen informatie. Nee, lach maar. Even nog een stukje bij. Ja, maar dat weet ik niet in deze server. In deze destination hebben we de hele week al geprobeerd, dat lukt niet. Ga je vanaf, het plan is dat je vanaf de F-setsels gaat zetten. Dus hou je scherp. En ook een rocket launcher waarschijnlijk, als die tank komt. Ivo, wil je gaan? Je kan door. Ja. Nee, ik heb geen rocket. Goed. Nou, als jullie klaar staan, dan ga ik hoor, ik bedoel. Ja. Dus zeg het maar. Nee, ik heb ook al een rocket launcher. A10, terug in de lucht. Radio check. Dankjewel, Satya. Ik hoor een voertuig. Dus even weten of er nog mensen waren. Hoe gaat de missie? Nee, dat kan niet. Ik ben nog een kilometer van je af. Maak het een sprintje. Dan heb ik weinig tijd. Oké, dat zou misschien de Silka zijn die ik nu ga uitschakelen. Waar is Arthur trouwens?
Dankjewel. Ik heb Maarten al gereed voor het geval dat. Oké, okay, Ivo is terug. Fire in hole, fire in hole, fire in hole. Lek me erop. Nee, het is Ivo. Oké, okay, weg hier, richting het noorden. Ja, we gaan eerst naar het noorden toe, hier weg. Was dat ene ideetje van helemaal zuidelijk beginnen nog niet zo idioot? Naar noord, noordoost. Oké, okay, cool. Cooper! Ja. Hoorde iemand contact roepen? Nee hoor. Wel irritant. Oké, Sascha, geef me 10 minuutjes, dan kom ik bij jullie overvliegen. Die kunnen we nog niet, die kan Cooper nog niet geven omdat er nog geen recheck nog niet kan. De AA is er nog, die is Silka. Roger. Let me know, Sasha. Oké, okay, ik ga draaien voor een Maverick anti-tank run. Willen ze al een IVAC? Ja, ze willen graag een IVAC, ja, maar de Silka is nog niet uitgeschakeld. Ik heb de Shuga in zicht. Je kan alvast gaan vliegen, Cooper. Bombs away! Ja. Bombs away, het zijn raketten, maar oké. Okay. Zullen wij ons al van... Ja, willen jullie wachten op die Shuga? Als het goed is, gaat hij nu neer. We hebben ook een stukje open daar eigenlijk. Inderdaad. Ik heb een... Ja, als we die compound nou securen en dan daar gewoon extractie naar vragen, dan is het ook... Ja. Volgens mij is de Shuka uitgeschakeld. Het is vrij om te landen. Geef hem even de melden. Roger, ik zou in de buurt alles scannen voor tanks. Lol. Hé, hey, maar zeg hem dan dat hij gewoon goed, lekker makkelijk rechts om kan. Ik bedoel, dan als er zelfs AA is, dan kan hij er alsnog komen. Ja, zelfs als hij nog operationeel is. Helemaal rechts omheen, als hij laag genoeg vliegt, een beetje normale snelheid vliegt, dan wil dat allemaal wel. Cooper, geef even door als je AA-vuur hebt of AA-logs. Ik ga naar wand toe, hè. Wat zeg? Want dan moet je gelijk weg gaan duiken en dan zal ik het onderzoeken. Waar willen we langs? Wat is de mooiste ingang? Dan denk ik hier even eromheen lopen, ja. Ja, loop maar. Kan jij misschien even checken of die Silka kapot is? Hij heeft nog steeds een driehoekje. Hier, achter die Lex. Ja, copy. Links clear. Rechts clear. Oké, okay, ik... volgende twee, erop voorbij. Kom. Go. Even een wapen naar beneden doen. Links clear. Dat is toch altijd sneller. Oké. Okay. Laatste man. Lopen maar. Oké, okay, Cooper, het is veilig. Het is veilig voor landing. Wat zei je, Sascha? Rechts clear.
Links clear. Ja, dat was de goede radio, zeg eens. User disconnected from your channel. Sascha, iemand wacht op je. Nee, in het compound rechts. Bij de compound rechts. Kiekeboe. Aansluiten. Hier, hallo. Rechts clear. Koepen, kan je me horen? Ik hoor je over. Rechts clear. Die user joined your channel. Rechts naar het noorden. Ze hebben een nieuwe evac plaats gemarkt met evac of zo, evac, LZ evac. Ja, kun je die snel doen en blijf laag vliegen. De landing zone, landing, de airfield noordelijk heeft AA op zijn base. Laat even mee, jongens. Hey jongens, mijn naam is Dennis, ik heb de kans. Dank voor spelen. Also. Nee, ik zie niks, jongens. Yes. User disconnected from your channel. Lex is nog. Oké, cool, iedereen. Ja. Eerste man in. Oké, hier. Ja, wow, laten we gaan. Goeie snelle missie, jongens. Super. Ja, we moeten alleen sensors hebben dus nou, hè. Even sensors ophalen en dan kunnen we verder. Ik heb eigenlijk niet veel zin om daar weer 3 minuten te staan wachten bij zo'n ammo grain. Nee, ik pak weer such los en dan is het weer goed. Ja. Ik moet convoy slopen, jongens, niet Een convoy? Moet je wat zijn? Ja, je moet ook niet te ver weg hoor. Gewoon ergens halverwege of zo. Anders ben je eeuwig aan het wachten. Je moet hem bij een choke point pakken. Ja, natuurlijk, dat is goed idee. Je hebt Prospero. Deze heeft toch heat vision of niet? Ik zou gewoon even een Apache crew opzetten en. Ik kan het ook regelen hoor, mensen. In samenwerking aan Team Apache. Ik vlieg wel, maar ik heb geen gunner nodig. Ik heb bij mijn gunner wel. We hebben ook nog een extra A10, daar kunnen we ook nog mee werken. Super, hoor. Ja, voor deze site misschien dan niet. Nee, dus dat doen we niet. Ik ben hier niet gekomen om iets te doen. Hoezo, we kunnen gewoon recon doen en gewoon de fikken vanaf blijven. Ja, dat is hun beloning is dat ze in de lucht mogen. Ja, dat is daar geen probleem mee. Ja. Hoe lang was het? Half uur? Half uur in de lucht gezeten en niks afgevuurd. Nou ja, hoort erbij. Ja, klopt. Ja, cool. Is de runway clear voor een landing van de A10? Ja, her. Oh no!
Jullie jongens, jullie weten toch dat jullie niet daar langs moeten, hè? Teelrotor is het gevaarlijkste onderdeel van het hele ding, joh. Ja. Hij klikt dan niet eens, ik liep net daarvoor. Maar heeft iedereen gewoon ammo, want ik heb mijn satchels. Nou, dan gaat hij nog een keer. Jullie... Hè? Dat ding kan nog steeds dodelijk zijn, hè? Terwijl hij stilstaat. Nou, wie revived er? Fuck it! Eén tegelijk. Fuck it! Nee, je hoeft er maar één te doen. Oh, die gaat ook neer. A10, clear for landing. Ik revive. Ik denk dat het buggy is, jongens. Lol. Move direct achteruit. Achteruit, niet achteruit. Die kruipt wel weg. Oh jee. Tjonge. Ik ga hem iets meer naar voren zetten. Ik denk dat het ding gewoon bugged is. Nee, tailrotor is gewoon een doodsobject. Ja, maar niet als die stilstaat, come on. Nou, er zit toch collision dinges op in geprogrammeerd. Ja, dat is een beetje realistisch zijn. Mooi, ik ben klaar. Ik ben ook klaar. Yippie. Ik ben ook klaar ook. Ja, zo. Snelle Henkie hoor jij. Ja, dat weet je. Oké, nog één man hierna, toch? Nog eentje? Ja, go! Ja, go! Ja, maar waar naartoe jongens? Ik vind het allemaal leuk gedaan, man. vlieg maar alvast. Oké, wat is de missie? We moeten naar Fan. Waar gaan ze naartoe rijden? Veronica? Waar was het? Hallo? Victor in. Ja. Ja, we zijn aan het kijken. Ga maar. We gaan. Doe maar bij Fernando. Hier. Chelsea wordt toch nog aangepast. Oh, oké, okay, dus oké. Okay. Oh, Pitora! Kunnen we die in een ambush doen of zo? Zie je dat? Ze gaan daar naartoe. Hier naartoe staat hij. Wat? Pitora. Zien jullie dat? Pitora, daar gaan ze naartoe, hè? Wie heeft dat dan ingezet dan? Lex. Hier naartoe, even neergezet. Maar hoe weet je dat dan? Je kan meerdere routes nemen. Ja, daar. Ik denk dat we dan het beste bij los... Pelignon, of weet ik veel wat. Daar ergens bij de berggebied of zo, als je daar een beetje zit. Oh, dan op noordelijk nog. Ja, dan moeten we dat hele... Ja. Morada dan. Morada moeten we dan pakken. Ze kunnen ook via Corazon komen, ze kunnen via alle kanten komen, dus je weet niet waar ze vandaan. Ik snap het niet, maar ze zeggen toch side mission convoy start? Ja. Maar rijd naar Convoy End. Als die beëindigd is, is het klaar. Dus voor die deur om ergens tegen zich te houden. Oh jeetje, helemaal dat eind. Oh, dat is echt leuk. Damn. Ja. En dan kunnen we een ambush opzetten. Oh, hebben we claymores bij ons? Ja, ik heb satchels bij me, dus als ik die goed plaats, dan zou ik de helft van de convoy uitschakelen. Als hij heel hoog gaat vliegen, kun je dan niet... Oh, ik hoor al wat. Ja, we worden al beschoten door de convoy. Ja, dat is fijn. Dat is goed hoor. Gewoon door overheen vliegen. Daar ben ik nog niet eens, joh. Jawel, maar je vliegt gewoon over de route heen. Dat is niet waar. Is wel waar, jongens. Ja, ik zie de route staan, hè. Ja, maar geef gewoon de fucking LZ dan, in plaats van de hele tijd nee, zeg, gaan we nog wel eens vliegen, dan zie ik staan, hier gaan we naartoe. Ja, dat is goed, dat heb ik erin gezet. Oh, sorry. LZ op dak, ik weet niet, nee, ja, ja. Ja, dat is een hele mooie daar, maar dat doen we niet. Morada, ja, go. Lekker gevaar.
Ja, LC bij Morada. Nu in het noorden, rechtstreeks in het noorden van jou. Op één klik van jou. Dankjewel. Dat zei ik net al 5 minuten geleden, ja. Maar oké, cool. Ja. Yeah. Collective wisdom. Ja, beter goed gejacht dan slecht bedacht. We gaan maar dat snel uitstijgen. Ja, hier, landen, links. Nee, choppertje. Oh yeah, let's do it. We beginnen met ambush. Ik heb een champion. Hoeveel AT hebben we? Niet door de rotor. 2 AT's. Waarschijnlijk als jij een zo'n grote radio krijgt, dan kun jij een ammo box inroepen. Ja. Mooi gespot, jongens. Ben ik op verschijnt. Oké. Oké, groepvuil. Waar zit je op dit moment? Ik krijg het. Goeianka of zoiets. Waar wil je dat de chip neerzet? Mensen was al gezet. Wat zegt Ivo nou? Willen jullie een pick-up doen of? We moeten weggaan hier, dus ze komen hier niet. Oké. Dus pick-up en we gaan naar het noorden. Ja, ik verstond je gewoon niet en dan loopt iedereen door elkaar heen. Nou, waar moeten we wel heen? Ik weet niet. Ik heb ja, naar het noorden, daar staat chokepoint. Oké. Even langs de weg staan, niet voor hem. Choke point. Fuck it! Wat is er? Nou is mijn gear eruit, wacht. Want ik zie je gear nog steeds in je handen. Dat is echt kut man, die had dat gear systeem nou, die choppers. Het wordt gewoon in de chopper gedumpt. Ja, kunnen we jongens of niet? Ja, doe maar. Yep. Ja, ik ben alles kwijt. Ik zat er als observer. Noordoost. Checkpoint? Moeten we daar dan LC doen? Ja. Okay. Chokepoint, ja. Ja, okay, LC, de chokepoint is wel... LC Charlie is gemarkeerd, direct noord. Dan moet je het vragen aan iemand als je niet kan kijken. Dat klopt helemaal.
Dat zeg ik ook wel eens tegen mijn vriendin. Dat zie jij. Kijk jij even op de kaart. Oh ja. Nee, dan gaat het al fout. Oké. Hé, hey, langzaam, 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 langzaam. Rustig. Ja, ja, ik ben er uit het vrij. Yo, draait. Worden al beschoten. Worden beschoten, ja. Oh wacht, ja, nu heb ik hem. Dus westelijk hebben we problemen. Oh, al, kan ik die vijand uitschakelen als ik hem zie? Ja, tuurlijk. Ja. Woe, aan de andere kant van rood. Direct zuidelijk ofzo. Zo, vet om die deuren ja, post geschoten. Ik heb mijn schot afgegeven. Ja, een paar keer. Hey, ik wil omhoog. Dat was je zei. Hij zit direct tegenover ons, zuidelijk ongeveer. Zuid? Tenminste, dat komt echt geluid vandaan. Tango down. Netjes. Oké, ik zal de javelin even opzetten. Nee! Why? Ik zet even snel explosieven neer. Nee, ik ben niet begroeid. Ik dacht dat hij er automatisch mee nam. Kut. Nou ja. Hey, je hebt die convoy in de cage. Dat is gewoon geen militaire baas. Dat is een convoy, want die hebben we net aanrijden. Ik zal nog een paar extra tanks bij op een of andere manier. Maar laat ze maar rijden. Hé, moet ik anders op die bovenop die engine? Ik ben even terug naar base. Resupply. Roger. Ja, we staan hier in één keer in de open. Tanker verplaatst zich weer. Er komt een tanker jullie richting in, maar het is één. Ja, die gaan we dus niet met de explosieven doen, hè? Sascha. Dus dat gaat gewoon met AT als we die hebben. Heeft iemand AT? Werkend? Nou, lekker handige. Geen parachute. Parachute ten oosten van ons. Hebben wij hier iemand met AT die functioneel is? Ja, het onderdrijf heeft een functionele AT. Als er straks één voertuig komt, dan is het jouw taak om hem neer te halen straks. Roger, dan moeten we nog wat met de piloot doen die neerkomt. Van wie is die Huey? Ah, oké.
secondary explosion. Ja, kan. Zolang dat ik geen andere positie kan innemen. Gebouwtje verderop, ja. Ga je niet allemaal op hetzelfde gebouw zitten, hè? Misschien naar die radio te horen. Wat is dat, jongen? Friendly discharge. Ja, nu hoor ik het. Komt een voertuig aan, ik weet niet hoe ver die is hoor. Ja, je hoort hem al. Nee, waar? Maak je er nog bang voor. Genoeg AB hoor. Kun je herhalen wat het waren? 1 BMP 1 T70. Oh, herhaal. Oh, er komt een hele shitload voertuig aan. En shitload is meer dan 5. Ivanov, heb jij die centers om de weg geplaatst? Weet jij waar ze zitten? Ja, ik heb ze geplaatst, maar ik heb niet een goede positie dat ik echt kan zien waar ze liggen. Nee. Update 6 voertuigen, 2 Shielkas, 2 BMP's, T70 tanks. Ja, komen ze. Ja. Ja, ik zie jullie op de RB. Tenminste één voertuig opgeladen. Wij zien het, jullie er komt een tank van jullie in. Ik heb geen ammunitie meer. Het spijt zeer, maar ik zie er is geen auto meer. Ja, dus ik ben nou in de helikopter. We moeten naar beneden, we kunnen niet meer. Ik zal hem aan.
A10 halen, blijf covered. Dan zal ik jullie bevrijden van de probleempjes. Dan zou ik zuidoostelijk van jullie aankomen vliegen. Dan zal ik misschien dit weer run doen naar de bovenkant. Zal je verstaan me nou? Oké, dat zou ik dan maar doen. Ah, jezus. Naar de tankstore. Ik denk als ik u ervoor.
zijn er al tanks door je verdediging heen gereden? Maar ze zijn weggereden, hoor, dat nog. Sasje, ze zijn er nog en ze zwemmen op de verdediging. Oké, 2 minuten tot de volgende impact. A little help here! Sorry. I'm bleeding! Gaat hij in scrommeling? Vanuit de zuidoost. Dank je. Vanuit het schietgebied op gebouwen en er zit ook een AA actief. Roger. Ik wou een flare opschieten, maar dat helpt niet. Maverick uit. Tweede Maverick uit. Die was volgens mij raar. Ik ben je per rij nog. Er zijn er al een paar aangevallen. Zie je? Oké, ik ga met een paar. Zit net als je uit het. Zoekdekking. Raketten op jullie weg. Klaar voor de koffing. A10, kom daar vliegen. Ja. Die BMP. Dat kan toch alleen als je in de voertuig zit. Ik ben bijna dood dan. Oh, Sasha, ik zie wat andere voertuigen al doorrijden naar de eindpunt. Misschien eerst voor jullie vrij. En daarna zal ik verder gaan. Naar die andere voertuigen. Oké, run. Sasha, ik hoor nog een diesel hoor, dus pas op. Kill denk ik, dus gaan we gewoon terug. Oké, ik ben al heavily wounded, ik bloed.
die voertuigen daar? Of heb ik alles in en eruit lopen falen? Dankjewel. Hoeveel voertuigen waren dat al? 6 in totaal. Er zijn een heleboel op. Heb jij Blasco aan of? Hey. Yay! Yeah, ik ben een LC. Ik vind het leuk genoeg geweest hier zo. Ik vind het leuk genoeg geweest hier zo. Hey. Dat wel. Yeah. Ja, jullie wel hè, wij lagen daar gewoon op het dak even lekker te chillen. Ja, ja, klopt. Zo. Ik... Ja, wij zaten mooi. Ik heb hopelijk... Ja, jammer. Ja, het is wel jammer dat die satchels niet echt mooi afgingen. Ik heb er uiteindelijk één AA kunnen raken, maar die andere DMP die ging er gewoon voorbij. Ja. Ja, hey, veel plezier hè? Tot over 2 weken, Sas. Ja. Oh. Ja, ik schiet er ook zo ver af. Maar je vindt het te leuk. Ik moet zeggen, het gaat een stuk sneller, dit soort missies. Okay. Iedereen draait zich direct om. Nee dan, hoe doe je dat? Oké, ik ga even in het gebouw zitten, even lekker oogje dicht doen. Huh? Ja, ja, succes hier hoor. Je hebt ze al opgeroepen, Sas? Moet je dan beginnen houden ofzo? Oh, zie ik gemarkeerd. Ja. Hey Lex, heb je ook al de download geklikt? Kijk nou even. Goed idee. Ik zie hem in het zuiden aankomen. Moet ik hem naar smoke gooien? Zuidwesten gaat hij nou. Hier is het open waar ik sta. Stop, stop, 1 man op de grond. Het is jouw taak om hoofden te tellen, hè? Yo, zit erin. Hey, Max, jij ook hier. Hallo, ja, lulloos. Die vanaf zegt van, kijk even op die link. Dus ik haal dat. Yo, nou, hey, het is niet mijn schuld, ik zag jou nog staan, dus ik zei van yo, wacht even. Oké. Maar ik zie je wel 5 keer download staan, volgens mij. Dat is wel verrekte lastig, welke moet ik nou hebben? Die in dat groen. Even kijken hoor. Er staat hier toch gewoon klik hier to start download van Sandpage of Space.
Ja, het moest even 2 seconden duren. Cooper, meer naar rechts. Ja, nou, maar. We willen nou zijn eigen gemaakte filmpje wel even zien. Ja, als je wat toevoeging hebt, dan weet ik veel wat, dan moet je dat zeggen. Ik stap niet uit voordat Koepel zijn vliegtuig uitgezet heeft. Heel verstandig. Ja. The edge of the rollerblade. Nee, dat zou net klinken als die mensen die altijd ontkruid zak maar lekker door. En niet in het wild lopen. Hey, mag je me dan eens even dit keer even de setjes meenemen? Want ik word er wel een beetje onderhands een beetje intonig van. Zo mensen. Zo hé, hey, wie gaat die dan? Jij bent bebloed man. Emo aan het worden. Kan er iemand mij even medic geven? Ik ben een beetje... Ik heb nog geen medic in de buurt. Daar, hier, penalties. Oh, dankjewel. Ja. Ja, serieus hoor. Ben jij gothic, ja? Vroeger? Gothic. Vroeger, heel lange tijd geleden. Vroeger wou ik graag een aardappel wezen. Ik zei, daarom had je het over de grindcore. Ja. Zo, en hoe was de A10 support? Close. Echt voor je ogen. Wow. Wat zijn? Sascha, jij houdt de radio bij. Sas? Nee, ik ben niet van. Stek. Ja, ik wacht altijd even tot iemand anders uitgepakt. Hey, ik dunk even mijn radio, scheelt gewicht. Jij houdt de radio bij, hè? Ja. Okay. 3D geluid, leuk hè jongens. Ja, ik ren lekker in paas. Oké, okay, wacht even. Dan moet je het zo doen. Wat? Nee! Oh nee! Nee! God. Ik zie je mijn hand dan. Was dat een stun? Kijk. Nee, was gewoon normaal genaamd. Dankjewel! Ik val buiten west ofzo. Hahaha. Oh nee! En toen was Felix gekild, gekikt. Ik? Nou, we gaan kogels te gaan, hoor. Sorry! Maar ja, heb ik hem zo nodig in de A10 of niet? Oké. Sascha, als ik op de grond sta, dan kan je me niet met mij contact opnemen. Met de radio. Ja. Oh nee, met die VAF. Hé, hey, wacht eens even. Het is al best wel laat, denk ik. Ja. Jawel. Wat is waar? Het is al 11:15.
tijd om wat zuiver te pakken. Jongens, ik ben zo terug. Ja, ik ook. Ga lekker eten, Sasha. Kom maar goed. Oh, ik heb pijn in mijn maag. Morgenochtend. Allemaal poep. Ik ben zo terug, even wat te zuip halen. Ik neem mijn backpack mee, want die M47 is als wegen echt een... Wie heeft satchels bij zich? Ik ga er meenemen. Ik ga een satchel meenemen. Oké, ik weeg 53 kilo. Lekker. Veel te veel. Ik ga niet op je wachten, hoor. Nee, dat dacht ik al. Kunnen we de rope meenemen, zodat we een fast rope kunnen doen? Ik kon hem niet vinden in de kist. Oh, nou, misschien dat hij daar eens heeft. Ik neem wel een rope mee. Dus neem je die dragon mee? Jawel. Hij heeft alleen geen, dingetje, ja? Geen icoontje. Ik vind hem net voorbij. Ik heb de command die we pas zien. Nou, dat valt in principe best wel mee eigenlijk. Waar zag je die command unit staan, Lex? Die doet het volgens mij niet. Onder rifles. M98-1 CLU. Zijn er mensen al gestopt? Hé, hey, Venus. Ja. Ik stuur je een link, moet je even downloaden. Ja, is goed. Onder de M9 patronen. Oh, de CLU, ja, ik zie hem. Oh, ik heb hem al in mijn beeld, Ivo. Ik neem ze eruit, maar ja, ik zie niks. Maar ja, even proberen. Even 5 minuutjes. Uw piloot is weer aanwezig. Ja, ik ook. Oh, ga je die meenemen? Zijn er niet veel je vlaggen? Ik heb er niks aan als het niet donker is. Nou, nog een paar. Lang nog? Ja, nog Nee, de Javelin is bugged. Ik heb net de laatste proberen uit te pakken. Hij doet het niet, nee. Hij verdwijnt gewoon in je inventory. Ja, je moet... Oké, okay, nou, ik zou gewoon een normale small meenemen. Of anders met mij, of anders gebruik je mij. Ik heb een fast rope. Ja, nee. Ja. Oh, dat is wel vet, ja. Oeh, gezellig. Yeah. Er zitten hier ook die infrared cam lights op. Waarop? Zullen die ook meenemen? Ja, maar ik zie dat toch met mijn oké. Ja, dat bedoel ik. Die stroop, kun je die niet aanzetten? Hoe heet dat ding ook alweer? Ik zie jouw stroop aanstaan, ja. Zit die bij je? Nee, dat is handig, man. Dat is super handig. Ja, dat is wel heel vervelend. Ik zie dat ding niet staan, dat staat er bij je verrekijker. Wat zoek je? Oh. Wat zoek je dan? Zo. Dat is een klein stotje. Stroop die staat volgens mij bij de rifles. Ja, bij rifles. Gaan jullie de stroops meenemen? Ja. De nou, S, hè? Bij S toch? Was het niet MS-2000? MS-2000. MS-2000.
Ja, VIP-stroop is toch wel makkelijker. Anders moet jij drie andere kiezen. Ik zie VIP-stroop? Ja. Helemaal onderin van, helemaal van niks. Ah ja. Maar dan heb ik maar 4 max, dat is het probleem. En ik heb al 4 rockers mee, dus dat zou wel goed doen. Oké dan! Kut me. Everybody hide! Everybody dance, now boom! Oké, Sasha, ik zal gelijk de lucht in gaan, dan roep je me gewoon op. Hé, hey, wat de fuck, dat wapen van Archie heeft een doorzichtig magazijn. Tering vet. Huh? Ja, dat is cool, hè? Dat weet ik. Ook als hij schiet, zie je echt die kogels eruit gaan, hè? Dat is fucking vet. Schiet eens, Archie. Hij moet wel bijna leeg schieten. Ja, je ziet ze al af, je ziet ze al altijd. Ja, ze zijn elkaar. Stop maar. Fucking vet, hè? Oké. Ik zie jullie straks in de lucht. Billen. Ah, shit. Oh, ik wou juist LZ langs de kust doen. Hier zo. Is dat iedereen? Was dat niet veel te ver weg? Ja, waar kan dat dit? Ja, oké. Mag ik opstarten, jongens? Cooper, ik denk dat je VHF niet bij hebt. Waarom niet? Ja, heb ik aanstaan? Ja. Ja, maar ik hoor jou niet en nu radio check. Niet. Ik hoor jou, maar hem niet. Radio check, 1, 2, 3. Laat me zitten. Radio check, 1, 2, 3. Ik hoor je gewoon in 3D, hoor. Mooi hoor, Cooper. In mijn baan staan. Nou, schakel maar uit dan. Ik langzaam. Lex, niet zo boos kijken. We vliegen al. Als je geen baat is. Die rijdt een feest. Ja, is het zo? Een beetje rood door bloede ogen. Oh jee. Give me a walk, please. Oh. Oh. Move! Ik zie alleen maar water, hoor. Niet uittesten met helikopter. Little bird, kun je ook een barrel roll maken? Dat was toch makkelijk met dit. Ik ben dik! Het is maar één keer geluk. Nee, ik kan niet buiten de deur kijken. Ja, klopt ja. Maar er vloog volgens mij al iets van 1,5 kilometer in de deur. Wat gaan we nou doen dan? Ja, dan weet je wat ik bedoel. Ja, wat is het? Vertel het maar. Kijk, ik heb het hier. Ja, dat zie je. Een schans. Voor onze neus. Echt voor je. Wauw.
kun je gewoon die motor meenemen. Nou, we houden van dit stuur, hoor. Voer, hè? Regenvoer. Oh, weet ik niet. Ja. Ja. Oké, okay. Volgende keer moeten we gewoon die motor pakken, Sasje. Ja. Nou. Koepa. Ja. Koepa. Ja. Er is hier ook een parcours hoor. Voor, om te racen. Ja, ik heb het wel een keer. Ja. Ik heb het al een keer gedaan met Nerox. In een hier. Waar is de battlebus? Nierlords? Ja, weet ik niet. Zit samen met Mario, zit samen met Mario in een andere spel. Ja, niet. Wel jammer hoor. Ze ja. Zien nooit meer. Terwijl ze zoveel kennis hebben, ze weten ook mooie missies te maken. Kan je als je positie ga je oefenen, kunnen wij de, kan ik het ding uitgooien. Een fast road. Ze hebben al meer zin. Wat gaan vastlopen? Hoe hoog zit je nou? Nee, vast road lukt niet. Ja, de glory road. Yo, laat eens. Ten noorden van jullie zijn al units jongens, close. Ik denk 100 centimeter. Wat zie je? Ja, wat is het? Ja? Wie? Oh, oké, okay, dat ken ik wel. Met vier man? Zo'n nu stem we daarna eigenlijk. Kunnen we? Ja hoor. Oh, oké. Maar ik weet niet wat voor lettertype er is. Welke lettertype is dat dan? Ik heb het over diepe, niet grote.
heb ik ook contact met hem. Nee hoor, ik ben er weer. Ja. Nou.
dat maar wel. Daar ook maar een clusterbom op gooien, of? Nee. Ja, maar ik dat doe ik wel aan de kant. Dat doe ik wel even een haal. Ik heb ook nog een satchel bij me. Ja, ik dacht dat je dat net al wou gaan doen. Ik heb nog Ik vertrouw nog. Ik kan dan hier kijken. Dat kan ze net ook vandaan. Ja, je kan die bos alleen beter laten zien, want het gaat niet meer lukken. Sascha, laat iedereen gelijk opgepakt worden naast op de weg aan de zijkant van de radiotoren. Kunt u die gelijk instaan? Ik moet nog een keer terug, safety is niet goed afgegaan. Hey, zie je die parkingplek jongens, dat ga ik landen. Dat is een parkeerplaats dus. Kun je een ammo drop in laten komen? Gooi er een bij je mond op. Ik heb er nog drie. Ik heb ook nog een drop in mijn hoofd. Ik heb gewoon 4 sectors nodig of zo. De ene komt er gewoon. Het wordt donker, hè? Okay, safety off. Fire and all. Yeah. Okay. Westen. Ik doe het dan.
zit achter je, Sasha. Oh, hij ligt bij de tailrouter. Ja, niet doen, hè. Hoor jullie mij niet nou? Ah, echt te buggy gewoon, vind ik. Nee, ik wil gewoon naar de hoek blijven. Ja, maar cool als hij stilstaat. Als je flames kent. Up hit! Woehoe! Nou, Antrecht, je hebt mij gered. Precies, ja, dat is wel jammer. Leg jij nou weer neer, wat spannend ziet? Een slam. Spannend. Ja, ik ga nou even... Boom! Ik kan maar niet in de buurt lopen. Okay. Ja. Sorry, afkorting RDB. Return to base. Wow. Lex zit er nog niet in hoor. En die is bezig met zijn slams. Ja. Dan moet hij opschieten en we gaan door. Ja. Het begint donker te worden, zie je niet, hè? Ja. Mooi. Hé, een circuit hier. Ja. Wat zei je? Ja, dat circuit, dat is waar ik bedoelde. Oh, dat is dus bij Motodrom. Hier. Ja. Zeg het eigenlijk wel, hè? Het moet ook bij de basis in de buurt, is dat ook één, hoor? Bij de eerste. Misschien even bij de tijd. Nog één missie en dan een vijf. Moet je ophalen dan? Drie man? Ja, toch. Ik zie al dat het erg laat is voor mij trouwens. Mm-hmm. Ik stap uit hier. Oké. Okay. Hij stapt uit. Nee, niet letterlijk hier natuurlijk. En je ziet wel dat in Arma 3, hè, die belichting en zo, in die showcase. Maar ik moet zeggen, ik vind Arma 2 ook niet slecht hoor, in belichting. Maar... En Cooper? Ik vind iets meer groeiender bij Arma 3. Ja, dat wel. Het is gloeiend. Wat voor videokaart hadden ze dan? 75 toch? 85. Nou, ik wens jullie nog veel succes. Ja, was gezellig. Yo, Marcel. Zo, hebben we een... Ja. Ik ben een piloot.